Vandaag de gast Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft. Goed, problemen, volop. We hebben ze best wel wat besproken. Ja. Zullen we even kijken naar wat oplossingen? Goed. Die moeten er toch hopelijk ook zijn, korte termijn oplossingen. Ja. Hoe zouden we bijvoorbeeld de bestaande woningvoorraad beter of nuttiger kunnen benutten, besteden? Nou, daar kun je inderdaad op een hele korte termijn kun je daar heel veel doen, hè? Ten eerste, we gaan splitsen. Heel veel steden maken splitsen moeilijk. Nou, waarom staan we het niet toe dat huizen worden verhuurd aan één of twee alleenstaanden? Hier in Amsterdam is dat gebeurd, hè, die Friends-contracten. Ja, dan gaat de gemeente weer allerlei eisen stellen aan de kwaliteit van de woning, waardoor dat weer niet mogelijk is. Dus maak het nou makkelijker om met meerdere mensen in een huis te wonen. Als je dat wil, daar kan je voor kiezen. We hebben net al gehad over het goede aanbod organiseren. Het zijn vooral vrouwen boven de 70 die inderdaad in hele grote huizen wonen. Zorg dat je het goede aanbod organiseert. Kinderen de deur uit, mannen overleden. Ja, dat is een vrij grote groep. Als je nou het goede aanbod organiseert voor die groep, dan krijg je ook woonruimte, kun je beschikbaar krijgen. Ja, en dat is dus bijvoorbeeld zo'n systeem waar jullie mee bezig zijn, knarrenhoffen. Ja. Dat zijn dus alternatieven. Probeer een alternatief te vinden dat aantrekkelijk is, zodat die mooie huizen beschikbaar kunnen komen. Ja, dat is. Nou, voor de rest hebben we best wel veel woningen die leegstaan. Nou, daar hebben we gewoon wetgeving voor. Hè. Veel woningen die leegstaan? Woningen valt mee, gebouwen. Nou, woningen trouwens ook wel tweede woningen. Dat is een ander punt. Hè. We zijn tegen de klippen op, zijn we vakantiepark aan het bouwen. Waarom? Waarom doen we dat? Ik zou het echt niet weten. Nou, lekker even een weekendje. Ja, maar goed, we hebben een enorm tekort. We hebben enorme problemen. Dus, nou, moet dat veranderd worden? Nou, je mag ze van mij rustig bouwen, maar zet ze voorlopig even in voor woningzoekenden, voor arbeidsmigranten en mensen die aan de kant staan. En dat is ook een raar systeem dat die niet permanent bewoond mogen worden. Toch? Nou, vind ik ook. En sterker nog, er zijn veel gemeentes die momenteel, afgelopen jaar, ook mensen op straat gezet hebben. Omdat ze gezegd hebben, ja, dat is verboden. En dat gaat echt, schatting is dat er zo'n 100.000 mensen op die vakantieparken zitten. Nou, gezien de nood. De gescheiden vaders hebben het dan bijvoorbeeld over. Die, ja. De arbeidsmigranten. Ja, die. En dus maakt dat zeker tijdelijk maakt dat mogelijk. Wat is het idee erachter dat het niet mag? Nou ja, het levert overlast op. Er zijn ook wel leefbaarheidsproblemen. En het is bedoeld voor recreatie. Het zit in de buurt van recreatiegebieden. Gemeentes hebben ook liever niet dat die mensen daar wonen. Want ze hebben een uitkering en ze maken gebruik van voorzieningen. Het is allemaal lastig, weet ik allemaal wel. Maar de nood is hoog. Nou, wat je voor de rest kan doen, en daar kunnen gemeentes morgen mee beginnen. Ze hebben heel veel leegstaande gebouwen. Kijk, kantoorpanden hebben we dan bijvoorbeeld, maar kan ook maatschappelijk vastgoed zijn. We zijn in staat geweest om het afgelopen jaar 70.000 tot 80.000 Oekraïners te huisvesten. In een hele korte tijd. Dat hebben we juist in die gebouwen gedaan. Nou, gemeente, dat is gewoon de huidige wet. Je kan een leegstandsregister openen. Ze kunnen gebouwen die leegstaan daarin registreren. En ze kunnen na een jaar kunnen ze vorderen. Dan kunnen ze gewoon die gebouwen overnemen en daar een woonfunctie van organiseren. Dat kost wel geld, dus daar moet je wel een potje voor maken. Maar het kan wel. En zo kunnen we heel snel heel veel woningen organiseren. We hebben het concreet over bijvoorbeeld kantoorpanden of industriepanden. Maatschappelijk vastgoed ook. Kerken, bedrijfsgebouwen, kantoren inderdaad. Als je die langer dan een jaar leeg hebt staan, dan kun je ze vorderen. Daar hoeven wij niet eens de wet voor te veranderen. Nee. Dus dat kun je allemaal inzetten. Dus efficiënter gebruik van die voorraad. Als je naar die voorraad kijkt, want ik voel bijna een soort verlekkering als je naar kijkt. Ja, en ook een activisme proef ik bij. Hè? Ja, ja. Over hoeveel mensen zouden kunnen huisvesten als dat wel benut zou worden? Nou ja, er zijn schattingen dat je een paar honderdduizend mensen kunt huisvesten op die manier. Er staat natuurlijk behoorlijk wat leeg als je gewoon om je heen kijkt. Dus het is pervers dat er een paar honderdduizend mensen gehuisvest kunnen worden terwijl we zo'n woningtekort hebben. Nou ja, mee eens. Ja, maar en dan is dat dus iets wat Peter Boelhouwer zegt tegen de politiek. Wat is dan het antwoord? Ja, moeilijk. Ja, dat kost geld, dat kost ambtenaren. Daar word je boze eigenaren die in protest komen. Het is allemaal ingewikkeld, hè? Ja. Ja, nou ja, daar hebben politici toch voor om die ingewikkelde problemen zeker op te lossen. Gemeentelijke politici. En is het ingewikkeld? Nee, zeg je, want binnen een jaar kun je iets vorderen. Ja, dat kan. Ja. Dus het is helemaal niet ingewikkeld? Nou ja, het kost geld en energie. En je maakt geen vrienden in die zin dat je krijgt problemen met eigenaren. Maar goed, ja, het kan wel. Want die eigenaar, we hebben het bijvoorbeeld over de eigenaar van een kantoorpand dat nu leeg staat. Die vindt dat niet leuk, nee. Nee, maar ja, aan de andere kant staat het pand nu leeg. Dus ja, het is mee eens. Ja. Oké, dus dat zouden we dus kunnen doen. We kunnen veel meer tijdelijke woningen organiseren. Dus wat je ziet is nu dat, en dat zijn niet containers, even voor de duidelijkheid. Hè. Dat zijn gewoon circulaire, nul op de meter woningen. Die worden tegenwoordig in de fabriek gemaakt. Mm-hmm. Die fabrieken schreeuwen om opdrachten, om continuïteit. Nou, dat kun je snel doen.
doen. Daar zijn de planologische procedures ook zijn we daar veel korter voor. Er zijn dan wel problemen met nutsaansluiting en dergelijke. Maar goed, dat kan je oplossen op die plekken. Maar daar moeten ook gemeentes weer durven locaties beschikbaar te stellen. En daar zie je weer dat als op het moment dat de gemeente daar met plannen komt, dat gelijk de buurt en de gemeenschap weer in de contramin gaat. En dat probeert tegen te gaan. Hoeveel dus beter is een woning dan een containerwoning trouwens? Wat zeg je? Hoeveel beter is een woning dan een container? Nou, heel veel beter. Dat zijn gewoon, die kun je ook als permanente woning gebruiken. Het enige is dat ze modulair zijn en dat je ze in elkaar kunt schroeven op de plek van bestemming. En dat je ze elders weer kunt neerzetten. Maar je kunt ook besluiten om ze op een plek neer te zetten die nog geen permanente woonbestemming heeft. Maar dan heb je weer de buurtbewoners die zeggen dat willen we niet meer. Wat denken ze dan? Dat is ook wel vaak. Daar zitten natuurlijk vaak arbeidsmigranten, studenten. Overlast. Nou, daar moeten we een keer vanaf. Ja. Nou ja, van die overlast moeten we af. Of voor de angst voor de overlast. Nou, vooral die angst. Hè. Wat ik altijd heel interessant vind, als er ergens een AZC komt, hè, dan is er heel veel protest vaak uit de buurt. Hè. Van nee, ja, niet bij ons. Als het volgens het AZC weg moet, dan is er ook weer protest van ja, blijf van onze asielzoekers af. Dus het is allemaal heel dubbel. Ja, maar we zitten natuurlijk in een overvol land. Ja, dus dat, hè, daar nou, heb je ook. Ik wil je onderbreken, dat is echt kletskoek. Hoezo? Nou, 17 miljoen mensen. 8% van onze oppervlakte is bestemd voor wonen. Kom op, maak daar 9% van. Dus er zijn nu al, in die inventarisaties van de minister, zijn er nu al genoeg locaties vastgesteld om woningen te bouwen, om die 1 miljoen woningen te bouwen. Dus dat kan gewoon. Het is alleen de kwestie van. Er is helemaal geen schaarste aan grond. Nee, aan grond voor woningbouw, dat klinkt gek, maar die is er wel, ja. En dan hebben we nog onze bestaande voorraad. Dus dat is. Kijk, er is wel ruimtedruk, die is er wel. We hebben problemen met energielandschappen. We hebben problemen met extensivering van de landbouw. We hebben waterbergingsproblemen. Er is dus wel degelijk een strijd om de ruimte gaande. Maar ja, nogmaals, 2/3 van ons oppervlakte is agrarisch landschap. Is industrielandschap voor een deel zelfs agrarisch. Mm-hmm. Daar kunnen we zoveel beter mee omgaan. Dat de boeren dit niet horen, hè? Ja, maar ook die boeren zijn daarbij gebaat. Die kunnen landschapsbeheer doen. Die kunnen op een verantwoorde wijze dan hun bedrijf uitvoeren. Ja, toch. We moeten alleen een stukje meer voor ons lapje vlees gaan betalen. Ja, nou, niet alleen dat. Ze moeten ook toestaan dat er dus bijvoorbeeld modulaire woningen op een erf komen te staan. Dat hoeft helemaal niet. Er is helemaal niet nodig. Je kunt aan de randen van steden en in de steden kan je die wonen. Dat roept de BBB alsmaar van ja, die boeren moeten wijken voor woningbouw. Ja. Dat is grote kletskoek. Is dat zo? Nou, dat is echt zo. Nogmaals, die woningbouwlocaties die zijn geïnventariseerd, die hebben we in principe. Daar kun je gewoon gaan bouwen. Alleen, ga het maar eens organiseren. Zorg dat het financieel kan. En probeer al die protesten die continu de kop opsteken te overkomen. Ja.